De Sint-Wilhelmusschool te Powakka hoeft zich de komende 5 jaren geen zorgen te maken over haar operationele kosten. Consolidated Resources Suriname NV, het grootste steenslagbedrijf dat in het gebied operationeel is, zal die kosten voor haar rekening nemen. Het bedrijf zal ook een deel van de kosten betalen van een project waarbij 22 leerlingen getest zullen worden om na te gaan of ze verwezen moeten worden naar het speciaal onderwijs. De directeur van CRS-NV, Dimitri Lemmer, heeft afgelopen donderdag een kennismakingsbezoek gebracht aan de school. Schoolhoofd Ronald Hanenberg is erg onder de indruk van de geste, omdat hij elk jaar met kunst en vliegwerk de operationele kosten van 13.000 SAD kon opbrengen. We organiseren ook fundraisingsactiviteiten, maar kunnen nu wat vrijer ademen, zegt Hanenberg.